Arjen, hoe gaat het met je herstel? Ja, het zijn op dit moment de vragen die je liefst niet wil beantwoorden, maar het gaat niet goed. Nee, het valt gewoon tegen. En meer kan ik er ook niet, kan niet mooier maken dan het is. Wat heb je precies? Nee, ik heb nog steeds kuitklachten. Beide kuiten. Het is van de een naar de andere gegaan, zeg maar. De ene was op een gegeven moment beter, dan kreeg ik problemen met de andere kuit. Dus ja, het loopt gewoon op dit moment heel moeizaam. En ja, we moeten kijken of er genoeg perspectief is, zeg maar, om het weer beter te krijgen. Ja, we zagen je de afgelopen maand op het veld. Als je dan in zo'n nieuwe blessure rolt, ja, hoe ga je dan nu kijken hoe het verder moet? Nou ja, je wordt er niet vrolijker van, laat ik dat vooropstellen. En het is gewoon een hele moeilijke afweging. Want zoals ik aan het begin heb aangegeven, toen ik aan dit avontuur begon, van hey, ik ga mijn best doen, gaan er alles aan doen. Ik weet niet of het gaat lukken. Nou, op dit moment lijkt het erop alsof het niet lukt. Maar ergens zit dan ook de topsporter in je en opgeven is ook niet iets wat in mijn woordenboek voorkomt. Dus dat is nu een beetje zo'n fase waar ik nu in zit. Vraag me af of het nog realistisch is, of we nog genoeg perspectief hebben om toch door te gaan, om toch op dat veld terug te komen en toch nog te voetballen en wedstrijden te spelen waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. Dus ja, daar zijn we nu mee bezig. Of dat je moet concluderen van ja jongens, het is mooi geweest, het is heel jammer. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan. En dat is gewoon zo. We doen er alles aan, steken er heel veel energie in. Ik niet alleen zelf, maar ook iedereen binnen de club. Ja, op dit moment worden we niet beloond. Je geeft nog niet op? Nee, ergens proef je dat waarschijnlijk. Ja, nee, maar ik zeg op dit moment ook niet voor de volle 100% van... we gaan er nog voor. Daar zit een beetje nu in zo'n fase waar je er tussenin zweeft nog een beetje. Dat zeg ik, ja, moet nu sowieso rustig aandoen. Toch tijd nodig om te herstellen. Dus ja, dan zet je je gedachten even allemaal op een rijtje. Hoe zie je de komende periode nu voor je? Nou ja, wat ik zeg, eerst alles even goed op een rijtje hebben. Toch tijd nodig om te herstellen. Maar ja, op een gegeven moment zou je toch wel een keuze moeten maken van gaan we hier volle bak nog mee door. En ja, dan moet je wel een plan maken van hoe het herstel eruit komt te zien. En ja, dan heb je over een paar weken heb je wel weer wat meer duidelijkheid. Wat voor reacties krijg jij nu om je heen als je gewoon in de stad bent en rondloopt? Word je vaak gevraagd naar hoe het me voor staat en hoe het gaat? Ja, dat is ook wel iets, moet ik zeggen. Daar heb ik ook wel heel erg veel aan. Dat houdt je af en toe wel eens een beetje op de benen inderdaad. Als je het niet meer ziet zitten. Ja, ik krijg gewoon heel veel mooie, echt hartverwarmende reacties gewoon van fans. Die het enorm waarderen en die het nu eigenlijk al als iets geslaagd zien, zeg maar. Alleen zo sta ik er zelf niet in, want ik wil gewoon graag, met name ook voor die mensen, ik wil wat teruggeven. Ik wil gewoon zo graag op het veld nog een wedstrijd spelen. Of een wedstrijd, meerdere wedstrijden het liefst. Ja, dus dat is wel iets dat raakt mij in ieder geval wel. Als ik zie hoe de mensen meeleven en hoe ze... Ja, het al heel mooi bent dat je het avontuur aan bent gegaan en tegelijkertijd iedereen nog echt zo de hoop, hè, ook met de corona. Kijk, iedereen heeft het al heel erg moeilijk, denk ik. Het is gewoon een moeilijke periode voor iedereen. En ja, we hopen natuurlijk allemaal, we smachten allemaal naar ook heel veel dingen in het dagelijks leven, maar ook natuurlijk naar die volle stadions. En, ja, dus dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, dat de mensen weer naar het stadion mogen en dat je dan zelf eventueel ook... daar nog weer bij aanwezig kan zijn. Dus dat blijft wel iets, ja, dat is nog steeds wel een droom, een wens van mij. Ja. Hoe oud je ook bent, je blijft dromen. Ja, dat is ook zo. En alleen je moet op een gegeven moment wel, denk ik wel, ook heel moeilijk ook conclusies trekken. Je moet ook wel realistisch blijven. En dat zeg ik, ik ben de laatste. En ik denk dat, mocht het zover komen, hè, zover is het nu nog niet, mocht het zover komen dat je uiteindelijk moet concluderen, het is me niet gelukt. Ja, dan zal dat eventjes voor jezelf gewoon even slikken zijn. Maar ik weet niet, ik denk niet dat je kan spreken van falen, want ik doe er alles aan. En dat weet ik van mezelf, weet je steekt er heel veel in, met iedereen hier. En, ja, als het dan niet, als je niet beloond wordt of het gewenste resultaat komt er uiteindelijk niet uit, dat je niet fit genoeg bent om wedstrijden te spelen, ja, dan moet je dat misschien accepteren, maar dat is wel moeilijk.